op kellycressen.nl. Dit is weer een boodschappenshoplog. En mijn vorige boodschappenshoplog is alweer een paar maanden geleden. Die is echt super goed bekeken. Dus blijkbaar vonden jullie het heel leuk om dat soort shoplogs te zien. Van boodschappen en dat soort dingen. Ik vind het zelf ook heel leuk om bij anderen te zien. Dus ik dacht, het is weer tijd om er eentje op te nemen. We hebben boodschappen gedaan bij de Lidl. Gewoon voor de hele week. En dit is 39,65 in totaal, zeg maar 40 euro. En dat is lunch, ontbijt, avondeten. En natuurlijk hebben we nog wel het een en ander in huis. Dus ja, dit is een beetje het gemiddelde van de week. Dus ik ga het laten zien aan jullie. Ik begin even bij groenten. En dan ben ik in de weg van dit soort pakketten. Dit is een macaroni spaghetti pakket. Met ui en paprika en prei en dat soort dingen. Meestal doen we twee keer van zo'n pakket en dan snijden we er een extra uitje bij. En dan doen we bijvoorbeeld nog een paprika of iets erbij. En dan ja, kun je daar twee keer van eten, zeg maar. Vinden wij het makkelijkst. En dan vriezen we het dan weer in. Dan weet je eigenlijk dat je altijd een huis hebt als je in één keer pasta wil maken. En deze Chinese roerbakmix. En er zit taugeen in en prei en zo. Dat is lekker voor bami of nasi of soms maken we dat soort dingen. Maar ook nog wel eens ja, in omeletjes of dat soort dingen. Dat is lekker. En paprika en komkommer. Ja, dus voor salades of dat soort dingen. Of voor erbij. En paprika zijn heel lekker in gerechten. Ja, het is ook wel eens lekker gewoon als snack. Gewoon wat paprika of gewoon de pasta's en allerlei gerechten heen. Dan, ja, vlees. We hebben nog genoeg gehakt in de vriezer. En kipvlees nog in de vriezer. Dus het enige wat ik gehaald heb is zalm. Ik probeer wel eens per week vis te eten. Het is natuurlijk gezond en ook heel erg lekker. En spekreepjes. En dan maak ik wel eens pasta met spinazie, spekreepjes, ui en ja, pasta van. En soms vind ik het lekker gewoon bij omeletje. Of ik gebruik het bijvoorbeeld bij stampotten, bijvoorbeeld boeken of zo. Dan gaat er eentje wordt gebruikt, de andere gaat de vriezer in. Ja, en de vriezer. Ja, we hebben natuurlijk nog het een en ander in huis. Aardappelschijfjes. Eén keer per week als je aardig groentevlees vindt het lekker om schijfjes te eten met een bepaalde groente erbij. Bijvoorbeeld spinazie of rode kool en een vlees. En deze zijn voor stamppot. We hadden nog zuurkool en rookworst in huis. Dus ja, hoefde ik alleen deze nog te halen. Dit is heel makkelijk. Dit is eigenlijk al voorgekookt. Dus dat kook je nu even flink en dan kun je het al stampen. Ik ben niet zo help met aardappelschillen en dat soort dingen. En dan vind ik eigenlijk dit net zo makkelijk. En het is ook niet zo duur dus. Dus dat is eigenlijk meer voor avondeten. Dan ja, yoghurt haal ik eigenlijk altijd. En bananen hoort bij het ontbijt. Ik had nog havermout en sojamelk vandaan in huis. Dus voor mezelf dit als ontbijt. Bananen en Griekse yoghurt. En dan tussendoortjes als fruit, zeg maar mandarijn heb ik gehaald. Oh ja, ik had ook nog tomaten, die horen bij groenten. Dat is natuurlijk bij pasta's en bij taco's en al dat soort dingen. Toen wilden we een keer taco's maken. Dus dat. Nou, eieren. Yannick die drinkt graag dit in het weekend. Dus sudorange. Ja, die smaakt een beetje zoals vers geperst. Dan brood. Twee brood heb ik gehaald. Want we hadden ook nog eentje. En beleg. En van beleg heb ik dan kaas. Gebraden gehakt. En grillworst. Voor je niet ook makkelijk mee te nemen als ze werken. Filet américain, kaassalade en rundvleessalade. En ja, we hebben natuurlijk nog pindakaas en boter hadden we nog. En hagelslag, dus ja, daar kan je wel even mee vooruit. Friet. En we hadden nog snacks in de vriezer, dus alleen nog friet erbij gehaald. Nou, het weekend vind ik het lekker om chips te eten in de avond. Dus één zak per week gaat er wel doorheen. En ja, Yannick die drinkt af en toe ook voortaan een wijntje. Dus dat is wel heel gezellig. En ik hou er ook van. Dus in het weekend. En doen we het liever van die kleine flesjes. Want meestal drinken we één, maximaal twee glazen per persoon. En ja, dan heb je als een klein flesje genoeg. En anders dan blijft er een fles wijn een paar dagen staan. Tot die op een gegeven moment ook niet meer te drinken is. Dus is dit makkelijker. Pillendoekjes voor Lana. Drinken. Spa rood. En dan hebben we even die kleine flesjes. Dat is makkelijk, want... Rick gaat er vrij snel uit. Als je, ja, als je zo'n grote fles uit hebt staan en drinken dat weer niet zo heel veel. Dus een kleine flesje is makkelijk ook voor mee te nemen. En wat wij eigenlijk, als we dan iets van frisdrank willen, dan nemen we deze. In de avond met eten bijvoorbeeld. Dit is crystal clear zeg maar dan van de Lidl. Citroen en persik smaak. En ja, we waren vergeten om een kassabon erin te leveren.
en appelsap. En dat hebben we eigenlijk voor mij, omdat ik diabetes heb, moeten we ook altijd iets van een pakje sap in huis hebben in nood. Dus die pakjes zijn al ideaal, dus die moeten we gewoon altijd een voorraad hebben. Dus ook die in iedere tas wel hebben zitten en op de slaapkamer en beneden en zo. Tomatenketchup, maar die had ik denk ik nog niet laten zien, weet ik niet. Dus dit eigenlijk, ja, omdat we ook altijd een land natuurlijk in huis hebben, valt het ook wel mee. Dus dit is eigenlijk ja, wat we gehaald hebben. En daar kunnen we toch lekker een redelijk gezond van eten de hele week. En soms moet ik nog wel een keer tussendoor door aan de winkel omdat bananen op zijn. Of iets van fruit of de yoghurt eerder op is. Maar in principe, meestal redden we het er wel een week van. Omdat we vaker de vriezer vol hebben liggen met van alles en nog wat. En heel veel dingen voorraad hebben, zoals rijst en pasta's en dat soort dingen. Dus ja, dit zijn onze weekboodschappen gemiddelde. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Waar doe jij graag altijd je boodschappen? Ook bij Lidl of liever gewoon in Albert Heijn of Co-op. Of nou ja, net wat jullie hebben. Laat me weten in de comments. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dit soort video's leuk vindt. En tot de volgende keer. Doei! Yeah.